Femke Halsmaar, burgemeester ja. van Amsterdam. En we hebben hier de burgemeester van Rotterdam. Ja. En die zijn bepaald niet uh, het eens met elkaar. Halsmaar zit veel meer op de lijn van reguleren ja. uh, en, en staatsinvloed. En jullie zitten veel meer, als ik het even samenvat, op uh, harder op Nou, ook. Ook op preventie, want we besteden in Rotterdam zo'n 8 miljoen euro per jaar aan preventie. om te vermijden dat onze jeugd aan dit spul raakt. Maar reguleren en, en bijspecifiek? Nee, ik ben er niet van. Ik ben niet van reguleren. Ik ben ook niet van uh, legaliseren. Ik weiger als burgemeester tegen mijn inwoners te zeggen. maar ook tegen iedereen dat te zeggen. Maar. het eten van een boterham, het eten van een appel. het drinken van een, een appelsientje. en het uh, snuiven van een lijntje. dat is van de overheid in dezelfde lijn uh, prima. Dat ga ik niet doen. Ik wat gaat u zijn... wel doen? Nou, wat, wat nou dat lijntje zin? slikken en snuiven is niet goed. Het is echt uh, uh, buitengewoon schadelijk, ook voor de mensen dat die. Maar dat, niemand luistert, doen. iedereen gaat gewoon door. Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik daar maar moet volgen nee. omdat iedereen niet wil luisteren ja sorry maar soms ben je ook ergens van overtuigd. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat het speelt echt heel slecht is. Niet aan beginnen. Laten we dat vooral ook de boodschap zijn aan onze jeugd, aan iedereen die daarmee van, van doen heeft. En ik ben daar ook geen donkere soort. Ik denk ook niet dat ik dat naar nul kan brengen of die wereld naar nee. nul kan, kan brengen. Is het normaal even de rest, Patrick, in, in jouw contraien? Niet ja, in mijn, in mijn <laughs> scene. Uh, nee, ik ben geen vervend gebruiker. nee. En, nee. Uh, Zie je het? Uh, ja, precies. Ja. Ik vind, Zie je het veel? Vind, ik zie het ook niet zo veel gebeuren. In, in ieder geval niet zozeer in het, in het vak of zo waar ik in zit. Ik weet wel dat het op feestjes veel gebeurt. Ja, ja. ja feestjes is het. Uh... Isabelle, de, de Zuidas. De, sommige mensen, het eerste waar ze dan denken, ze niet bankiers, maar kooksnuiven. Ja, ik snuiven. Dat ja dat? helaas. Maar ik, ik, ik heb het zelf nog nooit gezien. Ik ben, Wat dat betreft ben ik het helemaal eens uh, met de burgemeester. Vooral niet doen en uh, heel slecht plan. En ik ben het ook nog nooit tegengekomen, moet ik eerlijk nee. zeggen. Maar je weet een adv groot advocatenkantoor. Wat loopt er wel eens rond op vrijdagmiddag. Dan is de vrij Mibo daar, de vrijdagmiddagborrel. Ja. Nou, ik zie mensen daar niet uh, snuiven. Maar als je het zo bezig ziet, dan denk ik soms wel eens... Die drinken geen ja. appelsientje. Ja. en misschien wel eens. Nee, een die idee. drinken wel een biertje. Dat lust ik zelf ook nog wel eens. Ja. Maar uh, dat is wel wat anders ja. dan inderdaad een lijntje cocaïne weg. Maar u, u zegt van ja, het is slecht. Dat blijf ik zeggen. Maar dan gewoon heel concreet de manier waarop Femke Halsema zegt dat je dit het beste kan aanpakken is door te legaliseren. Ja. Gewoon om, 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 om dat criminele circuit aan te pakken. Ja. Hoe denkt u dat dan aan te gaan pakken? Denkt u nou werkelijk dat als je cocaïne zou legaliseren en dat je deze handel voor deze mensen Wegneemt dat die lekker uh, gaan liggen in de, in de Amazone, die lijn? Nee, maar, maar het wordt natuurlijk een heel ander soort handel. Nee, het argument dat je criminaliteit daarmee naar nul brengt. Criminaliteit onder deze lijn breng je niet naar nul. Die zijn niet gewend. Te nee. zweten voor een boterham. Nee. Die gaan van deze uh, type handel ja. naar uh, mensenhandel, ja. naar vrouwenhandel, ja. naar wapenhandel. Oké, okay, gaan... maar dat is het dus niet. Maar wat is dan uw weg wel? Want mm. we hebben tot nu toe gezien: uh, 75% van de recherche wordt erop ingezet. Nou, het resultaat is niet dermate goed. Maar wat kunt u dan anders? doen? Dat, dat zegt doen? u zo. Ik zie in Rotterdamse haven een teruggang van het aantal in beslag genomen kilo's. Uh, dankzij de enorme uh, stijging van de inzet, ja. ook van politie en justitie en ook van, uh, van, van de okay. douane. Dus u zegt uh, we zijn op de goede weg. Gaan uh, zo nou door? Nou ja, ik vind het een goed teken. Dus, maar dat moet je een aantal jaren moet je zin uh, in te houden. Maar er moet veel meer gebeuren uh, aan de kant van de rederijen, de productielanden, maar ook aan onze kant. Uh, en blijven vertellen tegen onze jeugd en tegen alle anderen: en dit is gewoon slecht spul. Ja. Um, uh, in, de, in mijn, mijn kenniskringen een, een, een hele goede vriend van mij, een bekende Nederlander. Die heeft er jaren onder, onder geleden. Die ging er bijna onder door. Ja. Als, ja. Je dat, als je dat ja. meemaakt en je dan ja. daarna het verhaal hoort van. Um, uh, je moet het legaliseren of onder het doktersrecept verstrekken. Ja. ja, ik ga zelf aan ja. niet op. Veel respect voor mijn collega in Amsterdam. Ik heb haar tegen haar gezegd: ik vind het goed dat deze invalzoek op tafel komt. Want ik vind dat er wel deel uit moet maken van het maatschappelijk debat. Ja. Maar het is niet mijn ja. lijntje. Bye. Bye.